Yo, kijkers van Online Games van Hartelijk Welkom terug. Kom bij een competitiewedstrijd tussen allemaal. Online beste Games kijkers. En Swindon. Welkom vanuit dit stadion. Zij staan op de zesde plek. Dat geeft recht op de play-offs. Het gat is op dit moment 7 punten. We gaan het proberen om het gat te verkleinen naar 4 punten. Dus dan gaan we weer een stukje omhoog klimmen. Misschien zou mooi zijn, kunnen we toch richting plek 10 gaan. Normaal gesproken ook op ons best. We staan op dit moment op de 13e plek. Voor het thuispubliek. Alle weken het wel steeds eruit. Ivo Pinto zit er gelijk natuurlijk in. Is een 4-3-3. Dus met drie middenvelders en drie aanvallers. Een hoge check, die hadden we naar 4-2 al. Heb je bij dit systeem een extra middenvelder. Ben King zit op de bank, hij is niet fit genoeg. Daarvoor heb ik de Skypers voor ingezet, waarom dat Nick Venema echt in de spits gaat staan. Dit is de opstelling waarmee de bezoekers gaan beginnen. Volgens mij stuurt de trainer hier op een gelijkspelletje. Swindon Town, hopelijk kunnen we daar echt van winnen. We moeten er eigenlijk van winnen. Ja, dat denk ik ook, Siert. Want man, wat is dit een behoudende opstelling, zeg. Goed, we zullen zien of we kunnen winnen. En we zijn begonnen, Venema trapt af. Correa, hij is ook natuurlijk nieuw. Ook gekomen. Een huurspeler, maar ook optie tot koop. Dus we kunnen hem ongeveer iets minder dan 1 miljoen kunnen we hem kopen als ik het wil. Daar heb ik nu op dit moment geen geld voor volgens mij. Dus ik weet niet hoe dat er zit. Maar goed. Pinto is dit. Dit is goed, dit is Venema. Die scoort meteen. Die valt binnen. En dat heb je. Nick Venema maakt zijn eerste doelpunt voor Online Games. En Pinto, volgens mij de assist. Dit is Pinto. Ja, hij gaat er vandoor. Laat iedereen achter zich en de rol. Pinto, de assist. En Nick Venema maakt het af. Dus ik heb nu al gezien hoe, Pinto verdedigt. Na 5 minuten weten we het. Maar Nick Venema maakt hier zijn eerste doelpunt voor Online Games. En we leiden met 1-0. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Nu is het kwestie van niks in klasseren. Ja. Nou, je weet natuurlijk niet hoe zij in de aanval zijn. Nee. Het fluitje blijft achterwege. Voordeel, gebaart de arbiter. Nou ja, kun je dat voor voordeel noemen. De scheidsrechter bedenkt zich nu en fluit toch. Perkies. En veilig weggewerkt. Nee. Willens. Als ze willen, kunnen ze nu counteren. Venema. Nee, dit is Correa. Sorry. Mané. Mané. Is het 2-0? Nee, want tijdig in. Oh, Pinto, dat doe je goed. Pinto! Nee, dat is een overtreding. Nee, geen overtreding. Pinto, hij moet eigenlijk gewoon weer terug. Onder druk gezet door de tegenstander. Dat was een overtreding. Dit is de scheidsrechter. Die snapt het. Hij laat gewoon doorspelen. Lijkt me een juiste beslissing. Pinto is er wel aardig snel. Dus af en toe komt hij mee in de aanval. Maar hij moet niet te vaak meegaan. Schiet! Hornycheck! Met een redding. Nee, eigenwijs. Dit was een vlucht. Gaat geel krijgen. Hij probeert het toch. Nou, hij krijgt geel. Het resultaat houdt niet over. Nou, zo lang zijn we nog niet eens bezig. Deze hij was net te laat. Kaart te pakken. Die moet dus meteen al oppassen. Ja, ja, niet op zijn kleine zusje, maar gewoon hè, voor de scheidsrechter. In de duels, absoluut. Want het risico op een tweede keer geel. Nee, wie loopt is er mee? Venema. Ja, mooi. Gaat hij dat redden? Nee. Maar die bal komt toch niet helemaal uit de verf.
en wordt onderschept. En nu heeft hij dus hele vreemde kleuren. Hij moet uitkijken dat hij niet... Daar gaat hij, maar... Mogelijkheid. Het is buitenspel. Maar het vlaggetje blijft omlaag. De doelman staat... En de redding is uitstekend. Venema, dat doet hij aardig, Nick Venema. Willems Hoek wordt heel lastig. Zo gaat het spel eigenlijk op en neer. Voor het doel gegeven. De bal wordt weggewerkt. Voorzet in de 16. Dat zag er even link uit. Het is opgelost nu. Kamp. Natuurlijk moeten we winnen. De speler krijgt hulp. Ik doe nog een paar niet mee verdedigen. Willems. Willems te ver, veel te en ver. De bal ingeleverd. De bezoekers laten de laatste 15 minuten duidelijk blijken wie de baas is op het veld. Kansen, ja, die worden wel gecreëerd, maar je moet er ook iets mee doen. Ze zijn veel meer de bal, dus daar moeten we even op gaan letten. Ze gaan weer in de aanval. Moeten we denken maar één ding en dat is naar voren, naar voren, naar voren. Waarom fluit de scheidsrechter daar niet voor? Ja, goed. Holy check. Goed te hebben. Maar het is inderdaad ook buitenspel. Zie je af en toe, dan is het wat rommeliger. Berkings. Pieter. Kuipers. Berkins. Goeie. Venema. Ze bouwen op. En zoeken naar mogelijkheden. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. Steekt die bal maar door. Goed geanticipeerd op die bal. Hou hem tegen, keeper. Maar dat lukt niet. Zo zijn de counters echt, als ze echt door zijn, levensgevaarlijk. En dan meteen scoren. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Maar zo maken wij het zelf wat lastiger. Kuipers. Venema. Zit er in de goal. Doelgeschoten. Goal. Ze staan weer voor. Zijn tweede doelpunt. Dik verdiend hoor. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. De nieuwe spits laat al zien hoe goed dat hij is. Te rekenen met de keeper en die doet dat heel kundig met een hard geplaatst schot, ja. In de 35e minuut maakt hij zijn tweede voor vandaag. Blijft aan de bal. Net op tijd ertussen. Doei. Kijk, je denkt natuurlijk, dan gaat het af en toe gewoon wat slordering hoor. Dit ook, dit moet veel beter man. 2-2. Wat een wedstrijd. Ja, dan sluiten de supporters je vrij snel in het hart. Hoor ze zingen. Het is natuurlijk niet zomaar. 2-2. Ja, ze zijn natuurlijk niet voor niks dat die op die plek van de play-off staan. Hè. Wij willen daar ook tussen zitten. Om eruit te komen, raakt de bal kwijt. Ja, en dan ligt hij binnen de kortste keer achter de keeper. Goed gedaan. Venema. Lowe. Hij moet in die Lowe, maar het sluitpost. Het publiek komt van de banken. De mensen hopen dat de ploeg deze gelegenheid aangrijpt om op voorsprong te komen. Balbezit weer terug. Goede pressie. Willems gaat hier in één keer. Pinto! 3-2. Hij scoort ook bij zijn debuut. En voor Venema is het eigenlijk niet zijn debuut. Hij heeft natuurlijk in de vorige wedstrijd gespeeld. Maar Pinto, het is 3-2. Het gaat op en neer. De tegenstander komt eigenlijk nauwelijks onder de druk vandaan. En dat leidt niet alleen tot kansen,
maar dus ook tot goals. Uitstekend. Ivo Pinto. Spelen heel goed. En we gaan verder met een stand van 3-2. Wat een stand. We gaan 2 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. Met 2 minuten extra tijd erbij is het bijna rust. En dan hebben we gewoon goede doelpunten gezien. Ja. Zonder van die tegengoals. Ontsnapt als het directe belager nu. Misschien doet verdedigen daar keurig hoor. Dat kan hij ook. Hij kan verdedigen. Hij kan alles. In het midden van de 16. Zo. En die bal wordt weggewerkt. Gepakt door die keeper. Ja, geweldig verdedigend werk. Ik telde hem eigenlijk al. Jij ook? Ja. Er is rust, zegt de scheidsrechter. Tijd voor een versnapering. 3-2, we staan voor. We moeten proberen om dat vol te houden. In 5 minuten kijk. Hoppa. Dat was wel mooi. Nou, en Carton staat achter. Newport Country, die staat volgens mij achter ons. Dus dat is misschien wel een goed teken. Bradford City staat wel weer voor. Die staan ook op die play-offs plek. Dan kan Rovers, die staat achter ons. Hockey Town, die staat net boven ons volgens mij. We gaan eerst even maar ons team maken, want dat heeft wel wat veel energie gekost. Venema, die is erg moe op de 60. Die op de 62. Willem, zullen we hem eruit halen? Hij is wel goed. Of laten we het zitten? Laten we hem voor Ben King. Hij is ook wel goed. Ben King, dan kan Venema links gaan spelen. Kuipers is nog goed. Hij is ook nog Pinto. Ja, die zit Perkins 67. Dus gaan we hem nu ook wisselen? Ja. Ik laat hem nog heel even zo staan. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. Dat betekent dat Ben King erin zit. Dat betekent dus dat hij toch ook aardig wat kan. Hij is van de bal gezet. Venema is ook lekker vlotjes. Kijk. Dit is Venema Corré. Is er ruimte. No way! Oh. Wat een duik van die doelman. Maar ook niet heel zuiver in. Kuipers. Corner voor het doel gebracht. En die bal is weg. Pinto. Kuipers. Wat gaat hij doen? Arsenal zal op een gele kaart aan gaat lopen. Bezig zijn een nieuwe aanwinst binnen te halen. En kennelijk is dat gelukt. Dat klopt, zie je. En het lijkt me een uitstekende aankoop. Ik ben een fan van deze speler. Ik verwacht heel veel van hem. Goed afgepakt voor de 60. Kunnen ze dit snel uitspelen? King. En die veelbelovende King, waarom? Counter. Ik drukte op de I-knop, maar hij paste hem niet. Pinto. King. King. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Zodra we hier een beetje voetballen, vind ik het allemaal prima. Maar als ze maar niet daar. Perkins, mooi gedaan. Loewe. Kuipers. Kuipers. Een fraaie dribbel hier. Kuipers. Zonder, hij had hem af moeten spelen. En daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Op de flank is wat ruimte. Een goed uur gespeeld. Naar rechts spelen, goed zo. Een leep balletje diep.
King, bang, King. Dat scoort niet, dat is zonde. Want dit is echt een kans om op 4-2 te komen. Dat is echt een heerlijke redding, hoor. Hij komt een wisselspeler in het veld. Valt hij nu goed? Nee. Wordt bij de tegenstander ingeleverd. Pinto. En even rust in de tent. Iedereen terug naar de posities. En kijk wat er mogelijk is. Wat gaat hij hiermee doen? Toch buitenspel. De scheidsrechter denkt het goed te hebben. Buitenspel. Ja, ja, niet zo'n beetje ook. Goed, laten we maar eens even wat gaan doen. Laten we... 57 vind ik toch wel... Wat krapjes. Rivals. 62. 64. Laten we proberen om... Wel ja, ik kan hij voorin spelen. Het is ook wel moe. Ik denk eens op 64, kijk. Dan hebben we nog twee wissels. We kunnen natuurlijk voorin. En goed, maar we kunnen ook nog Torres. Venema maakt dus niet de hat-trick, want hij heeft er twee gemaakt, knap gedaan, maar hij was natuurlijk moe. Hij heeft natuurlijk de vorige wedstrijd ook natuurlijk de volle 90 minuten gespeeld. En dat, ja, dat gaat natuurlijk ook wel weer, dat tikje natuurlijk ook weer. Hele mooie tackle, een kunststukje. Oké. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Met de bal terug. Lowey. Ah, Loewe, die heeft af en toe van die moment van denk van jongen, wat ben je allemaal aan het doen? Over de flank, want daar ligt nu de ruimte. Hij probeert naar binnen te komen. Gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Moet nu een keuze maken. Wat gaan we doen? Weer hem er niet doorheen te laten komen. Dribbelt verder richting doel. Kans hij gaat toch maken. Door. 3-3. Doelpunt. En weer een gelijke stand. Het leek allemaal te verdedigen. Maar we kregen de bal niet afgepakt. Kuipers. En we kunnen het helemaal opnieuw beginnen. We stonden er zo lekker mooi goed voor. King. Waar is de bal? Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Ja, mooie steekpaas. Ja, wat een redding, hè. Ze mogen een ingooi nemen. Laten we ook nu één wissel inzetten. Ik ga toch Loewe eruit zetten. Voor McDonald's, laten we dat doen. Hij heeft soms van die momenten dat hij onnodig die bal verliest. Op een hele maffe plek. Netjes gestopt. Dan denk ik dat er helemaal niemand is. Makkelijk de paas kan doen. Ze kunnen voorkomen vanuit deze corner. Af en toe heeft hij dat. Gedaan met de tegenstander en die moet opruimen. Correct. Wie komt mee? Massaal wordt het team aan. Dit is gedaan, McDonald. Ja, hij kan ook wat hoor. Is nog altijd binnen handbereik. McDonald, dat leek op een overtreding gewoon. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. En met de bal aan de voet de uitbraak. Dat moet toch wel te doen zijn. Nu moet er iets gebeuren. Kijk, daar staan ze niks te doen. Zeg van die keeper. Daar waren ze aan het einde van de wedstrijd bijna de klos. Hij redt zijn ploeg. Deze keeper... 3-3, het zijn gewoon... Ja, als je tegen zulke ploegen speelt... Geen risico genomen hier. Deze moet het doorheen. Oh, weer gepakt. Nog altijd gelijk in de laatste minuten, maar deze hoekschop kan iets opleveren. We gaan wisselen.
systeem. Hier kunnen ze voorkomen. Buitenspel. Hij pakt hem. Oké. Het is goed gedaan. Bouw. Lopen. En schiet hem erin. Dat doet hij dus ook. 4-3. Minuut 88. Daar is een goal. En die levert hun de voorsprong op. Nou, wat een apotheose zeg. En wat een feest daar bij die supporters. Daar ging die, ja. Het was een race om te kijken wat er gaat gebeuren. We gaan wisselen. Moeten we eens even gaan kijken. Wat is het moment om te doen? Wat is het beste moment? Wie gaan we eruit? Hij is kapot. Hij kan echt niet meer. Hij is moe. Kan hij daar spelen? Dat kan hij niet. Maar ik heb toch liever dat hij zo is hoor. Dat heb ik liever. Goed, dan gaan we het zo proberen. Kijk, die kan ook niet meer. Dus ik denk, kunnen we er nog eentje doen? Bijvoorbeeld voor hem. Nee, dat kan niet. Dan moeten we het even zo doen. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak. Okay. Maar als hij op deze manier vasthouden. Uitvalt, ja, dan is de keeper natuurlijk. We zijn er nog niet. Vasthouden. Geen... Wat een knop. Fratsen uithalen. Een prachtige treffer. En als ik kan wat tijd trekken. En dan... Is hij opeens los? Corner. Ja, scheids, wat ga je hier aan doen? Nee, er komt een vrije trap aan. Waarom loop jij daar nu weg? Staan blijven daar deze zo. Gaat richting de tweede weggewerkt, paal. Maar goed ook. Kuipers. 3 minuten extra speeltijd. Kunt u niet te veel naar voren. Doris. Voor een één gooi. Raakt onderweg een speler en gaat uit. Ingrijpen, heel even ja, doen. Een schandalige overtreding. Maar dat is, dat vind ik onnodig rood. Dan hier een rode kaart voor trekken. Zo, die scheidsrechter. Wat is dit dan? Meteen rood. Hij kan vertrekken, toedeledoki. Nou, ik ga daar een kaart voor geven. Halve minuut nog. Pinto, wat geweldig jongen. En afgelopen. Het laatste fluitsignaal. Ze winnen dus in eigen huis. We winnen. Wat een belangrijke wedstrijd is dit. Het gebeurt laat in de wedstrijd, maar wel terecht. Want ze waren echt de betere ploeg. We winnen, we zetten een groot gat. En we proberen om keihard onderweg te gaan om naar de promotie. Proberen om misschien toch nog een gooi te doen voor League One volgend seizoen. 4-3. Maar is wel weer een rode kaart gevallen, dus daar ben ik wel wat minder om. Maar wat geeft Pinto daar nog even goed in? Ga er zomaar in. Maar we winnen. Heel belangrijk. Interview na de wedstrijd. Paaploeg die heeft toch wel wat gelijk gespeeld, dus we kunnen misschien toch wel weer. Got time for a couple of questions. Piet heeft voor het eerst zijn naam op het scoreformulier gezet als speler van online. Wat vind jij van zijn fantastische debuut? Ja, ik vind hem geweldig. Hij heeft meer in huis. Het lijkt me wel duidelijk waarom ik hem heb gekocht. Laten we dat doen. Waar we ons tijdens van gevonden. Geloof je dat je deze reeks verstand kunt houden? Ja, het is wel de bedoeling. Goed, ja, deze wedstrijd toch. Ja, we doen het aardig. En we spelen de volgende tegen Kampfwiel. En die staan wat lager, maar het betekent wel dat we gewoon... uiteraard door moeten gaan met wat waar we natuurlijk mee bezig zijn. Ik kan één wedstrijd niet spelen, dat is niet zo heel erg aan.
Zo, we kunnen eens even kijken wat de stand is. Want dat is wel even belangrijk. Even kijken. De stand. We klimmen. We klimmen naar plekje 11. We klimmen. We hebben nu 41 punten. Het gat met nummertje 7 is 4 punten. Sunderstone staat nu op de 7e plek. Kijk, 41. Dus het gat is nu echt 4 punten. Dus we komen eraan. We komen eraan. Langzamerhand komen we toch richting die plek. Maar er zijn nog wel wat ploegen. Kijk, Walsall is goed. Mansfield. Ja, waar staat de... En Cadon staat derde. Kijk, Stockport en Wrexham. Ja, dat zijn gewoon twee ijzersterke ploegen. Die twee zie je wel echt dat die... Sowieso direct gaan promoveren. Maar wie de derde gaat worden, degene die lag een klein beetje open. Ik bedoel, wij kunnen ook nog gewoon op die derde plek komen, hoor. Dat is, kijk, is gewoon 11 punten is het gat gewoon. Dus het zou zomaar kunnen dat het gaat gebeuren. We moeten nog tegen MK Dons, weet je. Dus er is mogelijk dat we gewoon derde kunnen worden. Maar dat zie ik niet zo zitten. Ik bedoel, ja... Zou wel mooi zijn als we nog net die play-offs mogen gaan bereiken. Dat is wat ik natuurlijk in het begin niet had verwacht. Doelstelling was dat. Maar hoe wij toen speelden in de eerste twee maanden had ik verwacht dat dat toch niet zou lukken. Maar nu zie ik het toch wel zitten dat we toch die play-offs misschien kunnen gaan bereiken. Dus we doen de goede speel de volgende keer. Grama staan die. Kijk, die zijn 16. Kijk, dat zijn gewoon wedstrijden waar je eigenlijk gewoon van moet winnen. Ik bedoel, in principe, kijk, als je tegen de nummer 1 of zo verliest, bijvoorbeeld, vind ik niet zo heel erg. En vliet ik gehad, die staan, waar staan die? Die staan ook wat lager dan wij. Kijk, dat zijn wedstrijden die je moet winnen. Die staan, kijk, die staan weer zesde. En de laatste wedstrijd is tegen Not. En die zijn ook vier. Dus dat zijn ook ploegen. Waar je ook van misschien wel wat kunt doen. Maar goed, we zullen het in ieder geval zien. Vrijdag spelen we natuurlijk de volgende wedstrijd natuurlijk. Spelen we gewoon. Uiteraard de laatste wedstrijd. Dus dan spelen we een uitwedstrijd. Dus we gaan die drie ga ik niet laten zien. Maar spelen we hier tegen Not C spelen we dus uit. Dus ik vind het heel lekker dat we gewonnen hebben. Moeten we proberen om die twee ook te winnen. En daar proberen we toch om gelijk officieels te winnen. Dus deze moeten we proberen om niet te verliezen. Die zijn ook wel aardig. Daar komen we ook weer wat dichterbij, weet je. Dus dat is super, super fijn. We staan nu op de 11e plek. Dus we willen dat gewoon vasthouden. En dit gaan we dus volgende week aan doen. Kijk, kunnen we tegen Wrexham spelen. Heel belangrijk deze. En dan probeer je ook natuurlijk deze te doen. En dit gaan we dus allemaal tijdens de kerst. Dus gaan we al deze wedstrijden gaan we uiteraard voorspellen. Kijk, we steken MK Dons. Dat is een play-offs plek. Die ze op dit moment hebben. En ook deze is een play-offs plek. En deze. Dus dit is ook een hele belangrijke. Dit is ook de laatste wedstrijd. Dit is een hele belangrijke wedstrijd. Maar ik wilde heel even nog kijken naar de gespeelde wedstrijden. Want dat zijn wij nog niet. Kijk, we hebben 29 gespeeld. Snap je? Kijk, en er zijn ploegen die zeg maar 31 hebben gespeeld. Zo is hier. Kijk, 31. Swinselton heeft er 31 gespeeld. Wij 29. Dus we hebben nog twee wedstrijden goed. Dus als we daar nog 6 punten komen op 47... Dus in principe hebben we dus in ieder geval dat nog te doen. Dus dan kunnen we eigenlijk een beetje, ja. Kijk, die hebben nog 30 gespeeld. Die 9, kijk, nummer 3 heeft 29 gespeeld. Dus dat zijn toch wel wat dingetjes van, ja, dat je toch nog wat eruit kunt halen. Dus er is wel wat mogelijkheid om toch nog te gaan lukken. We gaan er alles aan doen. Dit is het team wat we ermee moeten doen. Het is zo hoe het is. De spelers zijn natuurlijk te moe. Maar als ik het zo zie.
dat we af en toe wat hier en daar dingen moeten verwisselen, zie ik dat helemaal goed. Komt goed. Ik ga het hier nu weer bij laten. Wij zien elkaar de volgende keer gewoon weer terug. En dat is uiteraard gewoon weer vrijdag. Goed kijkers. Bedankt voor het kijken. Dank voor liken. En tot vrijdag dan weer, hè, jongens. Mazzel!